de meisjes die liggen op de bank te spelen. Elwin die heeft, geloof ik, een plastic. Ja, ik noem het plastic, het is geen plastic. Mag ik even kijken? Dat is zo'n dingetje, die kun je op de markt kopen. Houd je wat. Aparte. Dankjewel. Dank je. Dat is ook take. Zoals ik al zei. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn vandaag weer, want daar zijn jullie aanbeland, hè? Jazeker. We zitten weer vandaag op dinsdag de 27e van de 9e, 2022 en we leven om 12 uur. Mijn begeleider die kan elk moment binnenkomen vallen, maar ja, dan moet eerst de poort open gaan, et cetera. Ik heb gisteren niet aan het filmen geweest, zover ik me kan herinneren. Ja, helemaal niks. Want ik ben eigenlijk een beetje ziekjes. Ja, ik heb blaasontsteking, alles doet me zeer met plassen en niet fijn meer. Ik moet vanmiddag ook de huisarts bellen. Ik zeg, je moet normaal urine inleveren. Ik zeg, maar dat red ik niet. Ik zeg, ik heb niemand die even met een potje urine van een ander erheen gaat lopen te zeulen. Nee, wie doet dat? Ik zou, een heleboel mensen doen dat gewoon niet. Maar buiten dat om, als ik het zelf zou moeten doen, ik pies in mijn broek. Nou, dat wil je niet. Nee, ik moet de wc bij me houden. En dus, ik loop met de meisjes ook naar de Mostertbrug en weer terug. Ik kan nou niet verder, nee. En het is gewoon niet fijn. Ik moet om 1:15 naar de huisarts bellen. En we zullen het beleven of ik het op deze manier gewoon kan krijgen. Want ik heb het vroeger het maandelijks gehad. En als mijn medicijnen op waren, kon ik gewoon weer nieuwe bestellen. Ja, hallo, kom op met de medicijnen, weet je. Kom maar op. Maar in ieder geval, we gaan gewoon door met die banaan. En ik ben wel weer even opgemaakt. Ik had het liever niet gedaan, want ik voel me helemaal niet lekker. En de meisjes die liggen op de bank te spelen. Elwin die heeft, geloof ik, een plastic. Ja, ik noem het plastic, het is geen plastic. Mag ik even kijken? Dat is zo'n dingetje, die kun je op de markt kopen. En die zijn eigenlijk bijna onverwoestbaar. Dan kan Rijka in principe zo'n 2 jaar mee, tot 3. Nou is Elwin erbij en die zit er aan te harnissen. Hé? Ja. Moet allemaal kunnen. Hé? Maar er is meer speelgoed hoor, je vlag is er ook nog. Ja. En ik heb Karen aan de telefoon. Die belde even op om te kijken hoe het met de moeder was. Nou ja. Niet echt goed dus. Nee. Maar ja, ik hoop dat het weer voorbij gaat en... Het is echt niet fijn om dat te hebben, blaasontsteking. Kanonnen. Maar ja, ik weet wat het is. En je zit met tranen in je ogen op de wc. Hé, dorpen? Ik ben een moppie. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, het is weer triest weer. Het is hopeloos. Er is niks aan. Maar ik hoop toch dat de zon er ook weer eventjes doorheen komt. En dan, dan word je toch wel weer een klein beetje vrolijker. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ja, ondanks mijn pijn heb ik het heel erg druk gehad. We zijn heel druk bezig geweest. Erwin die is dus geweest. Die heeft mijn vriezer schoongemaakt. Ik heb hem een klein beetje kunnen helpen met de föhn. We hebben telefoontjes gepleegd, ik heb naar de huisarts gebeld, ik krijg medicijnen, daar zit ik op te wachten, dat wordt bezorgd, daar ben ik blij mee, ze zijn onderweg, maar hoe laat weten ze niet. Claudia is geweest, die komt morgen weer.
Het is boven helemaal tot zover schoon. Nog een paar kleine dingetjes had het over. Zet hier beneden het gestofzogen. Er ligt een schone deken in de bak. Maar ja, eigenlijk had die er niet in moeten. Maar ja, ik voor mezelf wil bewaren. En dus, maar we zullen het wel weer beleven. Op de bank ligt een schone. Mary is geweest. Die heeft de kopje hier nog laten staan. Nou ja, lekker belangrijk. Brengen we even naar de keuken. Het is hier wel een puinhoop weer. Maar ja, dit zijn allemaal doeken, dat moet gedroogd worden. Nou ja, buiten kan je niet drogen, want het regent. Dus we drogen hier. Ja, ken je dat? Ik ken allemaal in de was, maar het gaat niet in de was wanneer er... niet bij de droog was, laat ik het zo zeggen. Want dan krijg je schimmelvorming en dat wil je niet hebben. Nee. Dat krijg je, dat word je niet vrolijk van. En hoe heet het, er draait nou een wasmachine. Houd je wat, aparte. Dankjewel. Dank je. Dat is ook een take, zoals ik al zei. Ik zal het gelijk uithalen en gelijk eraan beginnen. Dan zijn jullie getuigen dat ik het netjes doe. Nog een brief erbij. Ja, ga fietsen stelen, dat is allemaal vies en nat. Nou ja, het zal belangrijk wezen. Als je alles gaat lezen wat erbij hoort, dan word je ook niet vrolijk wat een troepje naar binnen krijgt. Maar je wil ook van de pijn af. Ja. Dat gaat weg. En wat staat hier op? Innemen met eten. Yoghurt of melk. Kuur afmaken. Ik heb geen yoghurt in huis. Dus ik mag niet gelijk beginnen. Moet met mijn eten. Nou ja, dan doen we dat toch. Ja, dit ga ik even weggooien. Nee, want anders had ik het nou gewoon eventjes ingenomen. Maar ik moet met eten. Nou ja, ik heb in de koelkast heb ik eten staan. Couscous. Ja. Gisteren heb ik dat niet gegeten, want gisteren, nou ja, ik was te ziek. Ik had eerst gistermiddag heb ik brood gegeten, een broodje, op mijn bed, met beleg. Dat is erin gebleven, maar gisteravond, ik werd steeds misselijker en misselijker. Ik denk, nou, wegwerken dat misselijkheid en dan... Ja, normaal gesproken neem je het beschuit, dat krijg ik dus niet weg. Ik nog nooit niet weg kunnen krijgen. Niet omdat ik nou geen gebit heb, maar met gebit kreeg ik het ook niet weg, want dan ging mijn gehemelte kapot. Dus ik heb een droog, een droog broodje gegeten zonder er wat erop. En een half uur later kwam dat er allemaal weer prinsjeelijk eruit. Nou ja, dat vond ik niet zo fijn. Nee, op de verkeerde manier. Dus ja, zo was het gisteren en ik was echt te ziek om wat anders te eten. Maar ja, nu ga ik straks lekker couscous eten en dan kan ik hem dan innemen. Het ligt nou hier, dus ik leg het op de salontafel, want ik zit altijd aan de salontafel te eten. Dus we leggen het daar neer. En ik heb geen toetjes in huis, want ik ben uitgegeten op toetjes. Ja. Ja, dus dat hoef ik niet. En waar ben ik mee bezig? Nou ja, met een vlog in elkaar aan het zetten. Moet ook weer gebeuren. Ja, ik heb het vannacht heb ik er ook eentje in elkaar gezet. Dat ik beneden zat. En we gaan nou weer een vlog. Ik ben er mee bezig. Ik was er al begin van de middag mee bezig. Maar ja, dan krijg je eerst Erwin. Dan help je hem. Ik moest de dokter om 1:15 bellen. Dus dan bel je en dan zit je in de wachtrij. Zo verwachtende voor u. Ik zou morgen weer naar Dijk zegt toen met de meiden. Nou, dat moest ik ook afbellen. Ook zo verwachtende voor u. En voilà, overal zo verwachtende voor u. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. Nee. Maar het maakt allemaal niet uit. Nee, we hebben het allemaal gehad. Ik ben er eigenlijk moe van, maar ik ga nou met die vlog lekker verder. Ik ga eerst even water drinken, want ik heb dorst. Gewoon even een beker water. En dan gaan we daarna door met deze vlog in elkaar te zetten.
Een vlog van donderdag 15 september. En wanneer komt die online? Dat gaan we eens even kijken, want ik loop weer op achter. Er staat er nou nog eentje gepland voor morgen, de 28e. Dus de 29e komt die online. En dan hoop ik dat ik er vanavond nog eentje kan maken, als ik me goed voel. Ja. En anders hebben we pech. Ook dat nog. Ja. Dus, met andere woorden, het komt er wel. Ja hoor, we gaan gewoon door met die banaan. Simpel zat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van het druilerige fietsen natte weer. Ik vind er geen reet aan, maar wie ben ik? Ik zou zeggen, geniet ervan met wat jullie doen, maar geniet ook gewoon weer met ons mee.